hadden vroeger wel eens mensen die zeiden op een jaar kan je moeilijk een hotelopleiding volgen, maar nu merken ze toch wel dat als iemand geïnteresseerd is, dat je echt op een jaar wel heel veel kan leren. En dat, ze ook, dat wij ook wel degelijke cursisten afleveren in de horeca. Mijn naam is Dimitri Kortweg. Ik ben chef hier op school al 10 jaar. En ik geef ook les aan de eenjarige hotelopleiding. Het traject van kok en kelner is een traject dat over 1 jaar verloopt eigenlijk. Zit, in modules wordt het gezet. Dus zij zijn eigenlijk van september tot en met juni zijn zij in opleiding. En zij, ja, zij leggen het hele traject af op 1 jaar, op 10 maanden eigenlijk. Dus dat is wel intensief. Dat is van maandag tot en met vrijdag, van 's ochtends 8:30 tot 2:50 's middags. En dat is sowieso praktijkgericht, ook wat theoretische vakken, maar wel een mooie opleiding. De opleiding bestaat erin eigenlijk om zowel het keukenonderdeel als de zaal eigenlijk goed onder de knie te krijgen. Dus het systeem zit eigenlijk zo dat wij de ene week de ene groep in de keuken zetten en de andere week zetten wij de groep in de zaal. En zo krijgen zij eigenlijk een constante opleiding van keuken en zaal. En dan is er binnen de opleiding is er een wisselwerking eigenlijk van een dienst dat wij doen. Dus dat we eigenlijk koken voor de zaal en de zaal zal uitserveren voor de keuken. En in de zaal krijgen ze wijnkennis, krijgen ze ook allemaal vaardigheden en zo. Dus eigenlijk de opleiding is mooi gelijk verdeeld, zowel voor keuken als voor zaal. Om toch op het einde van de rit dat traject correct af te leggen eigenlijk. Dat is wel heel belangrijk, ja. Er zijn wel verschillen in de week eigenlijk, dus ze hebben soms magazijn dat ze moeten doen. Dus magazijn moeten ze om 7:00 uur 's morgens beginnen. En dan leren zij grondstoffen kennen, ze leren controle van producten, dat is belangrijk. Doen zij het magazijn niet, dan beginnen zij gewoon om 8:30 in de keuken of in de zaal. En dan wordt eigenlijk de dienst voorbereid. S'morgens is dat in de keuken, voor mij dan is dat een uitleg over de grondstoffen. Is het bespreken van het menu. Een goede taakverdeling. Extra vaardigheden worden gedemonstreerd en dan kunnen zij dat opvolgen. En dan gedurende de rest van de dag gaan zij eten maken. En gaan ze rond de middag normaal etend geserveerd krijgen en gaan ze dat ook mogen opeten. Daarna is het natuurlijk de opkaas, die moet ook zijn in de keuken en dat is ook altijd wel een dik uur dat in beslag neemt. Voor de zaal wordt de zaal 's morgens het kader wordt gezet, wordt klaargezet. Ze krijgen een uitleg over het menu en zij gaan dan ook vaardigheden zien in de zaal. En ook na de dienst gaan zij ook nog handelingen in de zaal doen. Vorige week was het geflambeerde banaan, of zij gaan sabayon draaien, of zij gaan ook nog iets doen. Dus ook de zaal is eigenlijk wel praktijkgericht om ook die zaalbereidingen nog eens de nadruk op te leggen. De opleiding is eigenlijk voor alle volwassenen, 18 plus normaal. En we hebben al mensen gehad van 18 tot en met 70 jaar bijna. Dus eigenlijk elke persoon, man, vrouw, het maakt niet uit, kan deze opleiding volgen. De interesse moet aanwezig zijn, maar die is er meestal bij de volwassenen wel. En de rest leer je wel op school eigenlijk. En waarom de mensen het doen, dat is heel divers eigenlijk. Sommigen doen het echt voor in de horeca te gaan, anderen willen gewoon lekker leren koken, anderen gaan zelfstandigen beginnen, een B&B, en willen daar ook een beetje hun kooktalenten laten zien. Dus eigenlijk is deze opleiding zeer breed en kan iedereen erin instappen zonder problemen. Maar er zijn erbij die daarna nog een ander traject gaan doen. We hebben heel veel cursisten in het eenjarig die dan nog wel de hogere modules van de gewone koksopleiding gaan volgen, zoals trendy gastronomie, vegetarische keuken, streetfood. En dat is ook wel leuk om te zien dat die cursisten na 1 jaar toch nog wel eigenlijk het CBO blijven aanspreken. Ja.